Jongens, deze TikTok is een ode aan een van mijn favoriete, ja, hoe zou ik het noemen? Attributen. Jullie zien hem nogal vaak shinen in mijn gekke video's. Maar ik gebruik deze ook echt letterlijk elke dag om mijn haar mee te doen. Het gaat om de brush. Deze is 40 mm en ik ga vandaag ook voor jullie de 30 mm uitproberen. En aan het eind van de video heb ik ook nog een winactie. Dus blijf vooral kijken. Ik heb mijn haar gisteren gewassen en gefeund en geprept met ongeveer 80 producten van het merk 11 Australia. Aan volume in ieder geval geen gebrek. Ik ga deze kant van mijn haar doen met de 30 mm en deze kant van mijn haar met de 40 mm. Zo zie je ook goed het verschil. Ik denk dat het perfect is om met de 30 mm een soort krul te maken en dan met de 40 mm meer een soort blow-out effect. Ik draai gewoon mijn haar om de brush heen. Dit is één kant gedaan. Ik ga het even sprayen met wat haarlak. En dan nu links met de 40 mm. Met de 40 mm kan je eigenlijk net iets grotere plukken pakken. Ik rol zoals je ziet gewoon de hele onderste laag in. En dan zo. Oh, nice. En zo creëer je dus twee net wat andere looks. Ik vind dat niet eens zo heel gek staan. Deze is naar buiten en deze is naar binnen. Blijf zo'n topding. Echt, ik zweer hierbij.